Beste zonenvoorzitter van Lions, beste Lions-vrienden, alle aanwezigen, mag ik u allemaal verwelkomen hier in de Bogaard voor ons tweede nieuwjaarsconcert. Het eerste nieuwjaarsconcert is ondertussen al wel 2 jaar geleden, 3 jaar geleden. We weten allemaal dat COVID daar ons enkele jaren heeft laten wachten, maar vandaag is het zover. Toch zijn er nog altijd een aantal mensen die niet kunnen zijn wegens ziekte, bijvoorbeeld de dirigent die we eerste editie hadden, Willy Klaas. Maar toch allemaal zeker en vast van harte welkom. Ik ga jullie ook niet te lang laten wachten. Ik ga Bea Jacobs het woord geven om jullie mee te nemen in dit muzikaal verhaal. Samen met het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek en met het Alkenskoor Amaryllis. Alleszins wens ik ook jullie nog een fantastisch 2023 en vandaag veel muzikaal plezier. Een klein misverstandje. Beste muziekliefhebbers, ik wens jullie ook van harte welkom op dit nieuwjaars-aperitiefconcert. Het Limburgs Orkest, Jeugd en Muziek en het Amaryllis Koor brengen u vandaag lichtvoetige klassieke muziek met orkest en koor. Denk aan Wenen, einde 19e eeuw. Denk aan een wals, denk aan operettes. We willen jullie met deze heerlijke muziek graag in Weense sferen brengen. In het eerste deel van het concert brengt het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek 3 Slavische dansen van Antonín Dvořák. Dvořák was een Tsjechische slagerszoon die werd ontdekt door de grote componist Johannes Brahms. Hij componeerde deze dansen aanvankelijk voor piano, maar bewerkte ze dan later voor symfonieorkest. Deze dansen staan bol van de oude Tsjechische dans- en muziekfolklore. U zal dat wel merken. Vervolgens hoort u Belle Nuit aux Nuits d'Amour uit de laatste operette van Jacques Offenbach. Dit muziekstuk wordt wel eens een van de meest populaire melodieën ooit genoemd. Het is een duet voor sopraan en mezzo-sopraan samen met koor en orkest. De tekst gaat over de schoonheid van de nacht en natuurlijk de schoonheid van de liefde. Daarna horen we 2 werken waarin soliste Deborah Engels zal schitteren, namelijk Spieli die Unschuld uit Die Vledermaus van Johannes Strauss Jr. Die Vledermaus is een komische operette en is een van de beroemdste en meest uitgevoerde operettes ooit geschreven. Het verhaal is gebaseerd op een komische huwelijksnacht met typische elementen als jaloezie, humor en genot in feestelijke en grappige scènes. We vervolgen met Alsgeblüht der Kirschenbaum uit de operette Der Vogelhändler van Karel Zeller. Zeller was een tijdgenoot van Strauss Jr. en hij was van opleiding eigenlijk jurist. Componeren was voor hem een hobby. Toch behoort zijn werk tot de top van de Wiener operettes. Beste publiek, de hoogste tijd nu om te luisteren naar het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek onder leiding van Maximilien Lamouris en Christophe Aerts. Het Amaryllis Koor onder leiding van Ludo Verjans en sopraan Deborah Engels. Veel luistergenot.
Thank you.
Thank you.
Mama, 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 M
beste mensen, wellicht heeft u de voorbije week ter gelegenheid van het nieuwe jaar hier en daar een champagnefles ontkurkt. Wel, Hans Christian Lumbi, een Deens componist en tijdgenoot van de Strauss-dynastie, heeft die typische klank in een muziekstuk weten te verwerken. U hoort in de Champagne Galop, internationaal zijn bekendste werk, de champagneflessen werkelijk openknallen. U heeft dit muziekstuk ongetwijfeld al eens eerder gehoord op het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker. En na de champagne is er dan weer tijd voor dans. In het werk Perpetuum Mobile van Johann Strauss Jr. wordt een thema van 8 maten in 24 verschillende variaties opgevoerd, waarbij praktisch alle instrumenten van het orkest min of meer solistisch aan het woord komen. Het zal u zeker bekoren. We gaan daarna verder met de Pregerwals van Antonin Dvorak, de componist van de Slavische dansen, die u bij het begin van het concert reeds hoorde. Deze Praagse wals is een klassieker waarin het eerste thema steeds terugkeert op een refreinachtige manier. Als waardige afsluiter brengt het Amaryllis-koor, aan de piano begeleid door Frans van Bekbergen en Veva Palink, u 3 mooie muziekstukken. Ze starten met Zigeunerleben van Robert Schumann. Schumann trouwde met Clara Wieck, de dochter van zijn pianoleraar. Clara was een echte pianovirtuoos. Ze speelde onder andere de composities van haar man en droeg zo bij tot zijn bekendheid als componist. Het stoorde Schumann trouwens dat hij meer gezien werd als meereizende echtgenoot dan als componist. Dit even terzijde natuurlijk. Daarna volgt Rhythm of Life met vierhandige pianobegeleiding. Dit stuk uit de musical Sweet Charity van 1966 neemt ons mee naar de bruisende jaren 60 van vorige eeuw. Het koor brengt deze tongue twister in een arrangement van Richard Barnes. En we sluiten af met het Slavenkoor van Verdi. Het Slavenkoor is een koorwerk uit de opera Nabucco uit 1842. De zang van deze Hebreeuwse bannelingen werd door het Italiaanse volk in verband gebracht met hun eigen onderworpenheid aan vreemde mogendheden, waaronder Oostenrijk en Frankrijk. Dit koorwerk werd het lijflied van de Italiaanse eenwording. Bij Verdi's begrafenis trouwens in 1901 werd het slavenkoor door wel 10.000 mensen in de straten van Milaan gezongen. Dames en heren, geniet van dit bruisende tweede muzikale luik. Thank you.
Thank you.
Beste publiek, als bisnummer herkende u ongetwijfeld de Radetzky-mars van vader Johann Strauss. Net zoals de Wiener Philharmonie traditioneel hun nieuwjaarsconcert met deze wereldbekende mars afsluiten in Wenen, zo hebben wij dat vandaag ook gedaan hier in Sint-Truiden voor een schitterend publiek. Dank u wel. Dames en heren, vooraleer het slotwoord aan de voorzitter te geven, willen we toch nog enkele mensen bedanken met een bloemetje. We nodigen hen dan ook graag uit op het podium. Vooreerst bedanken we het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek onder leiding van Maximilien Lamouris en Christophe Aert en eerste viool van het orkest Rut Boekaert. Zeggen we dank aan het Amaryllis Koor onder de deskundige leiding van Ludo Verjans. En tot slot een welgemeend dank u wel aan de soliste Deborah Ingels. Proficiat allemaal, en dan geef ik nu graag het slotwoord aan Jan van der Auwera, voorzitter Lions Alkmaar. Dank u wel. Eerst en vooral ook nog bedankt aan Bea om ons te begeleiden in het verhaal van deze muzikale happening. Ik heb nog een aantal mensen die ik toch ook moet bedanken. Eerst en vooral alle leden en vrienden van Lions Alke, want van wel. Van voor, want zonder al de inzet, het werk, zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Ook al onze partners, want die laten ons ook toe dat we eigenlijk toch wel vaak afwezig zijn om dit allemaal mogelijk te maken. Alle sympathisanten, maar zeker en vast ook alle sponsors. Want de sponsors zijn degene die toch bijdragen dat we hier nog iets aan overhouden. En zeker en vast niet te vergeten zijn jullie allemaal. Want zonder de lege zaal zou ook het zeker en vast niet hetzelfde effect zijn. Bedankt allemaal om hier te zijn. Daar is het toch ook nog even wat tijd om iets te zeggen over onze Lions Club. Binnen onze Lions Club zijn we nu al 15 jaar bezig met een club van vrienden om een aantal dingen te verwezenlijken. Ik weet niet of jullie weten, maar al wat Lions betekent, daar is één slogan en dat is We Surf. En We Surf, dus we doen een aantal dingen om toch, ja, mensen, en in ons geval meestal kinderen, te helpen in momenten waar dat noodzakelijk is. In het Alkense hebben we een aantal verschillende activiteiten die we zo helpen. En één in het bijzonder wil ik vandaag even aanhalen, want daarvoor hebben we het eerste nieuwjaarsconcert georganiseerd en tevens dit, en dat is het Mariahuis. Met de opbrengst van de eerste maal en van deze maal hebben we het Mariahuis ondersteund door de aankoop van een minibus. Deze mensen die moeten de kinderen vervoeren,
Dat is niet altijd evident. En daarvoor hebben we een minibus gesponsord, aangekocht. Ik zou misschien Filip willen hier bij mij vragen. Is op komst. Filip, veel succes met de bus en al het transport en vervoer van de kinderen die jullie daarmee doen. En we willen u vandaag de sleutels overhandigen van deze minibus. Ik denk dat de minibus vooraan staat. Dan kunnen jullie ook nog zien wat we eigenlijk voor Mariahuis gedaan hebben. Dankjewel Jan, het is enorm vereerd dat wij dit in onze handen krijgen, de school. Dus heel graag gedaan. Zeker.